En daarom moet de loonnormwet veranderen. 37.000 handtekeningen maken dat we volgende week in het parlement kunnen discussiëren met de drie vakbonden over die loonnormwet. Op 29 juni. En vandaag zetten we dat al kracht bij met een massale manifestatie in Brussel. Oh, succes. Wel, er is wel degelijk een probleem met koopkracht, maar er is vooral een probleem met het eerlijk verdelen van de koek die mensen samen bakken in de ondernemingen. En wij kunnen niet eerlijk onderhandelen over het verdelen van die koek, omdat in 2017 de Zweedse coalitie Schummelsoftware heeft gestoken in de loonnormwet. Daardoor tellen bijna 12 miljard loonsubsidies en lastenverminderingen voor werkgevers niet mee in de vergelijking. Men doet alsof werkgevers dit moeten betalen, terwijl ze het helemaal niet moeten betalen. Men vergelijkt ons dus op basis van een bewust foutgemaakte thermometer. En daardoor kunnen wij niet vrij onderhandelen over een eerlijke verdeling van de koek die we samen bakken. En dat stuit mensen tegen de borst. Los van de problematiek van index en van stijgende prijzen. Dit gaat fundamenteel over het vrij kunnen onderhandelen over dingen die we samen maken in sectoren en bedrijven. Een staking kan er nog komen, eventueel in het najaar, als er inderdaad geen gevolg gegeven wordt aan de vraag van mensen om op een eerlijke manier vergeleken te worden met wat in de buurlanden gebeurt. Ja, dat is de verantwoordelijkheid van politiek. Zij hebben een slechte wet gemaakt, zij kunnen die slechte wet corrigeren. Wel, wij vinden dat de mensen te laag betaald worden. En Alain hier is een voorbeeld ervan. Hij werkt in een waterwerkbedrijf en die een uurloon is zeer laag. En wij zeggen fight for 14, dus wij willen dat uurloon omhoog naar 14 euro, bijvoorbeeld. En waarom is het zo belangrijk om de loonnormwet af te schaffen? Omdat dit ons verhindert om deftig te kunnen onderhandelen. Verleden keer mochten wij maar een maximumloonsverhoging van 0,4% onderhandelen. Terwijl we zien bijvoorbeeld dat de prijs van het brood stijgt met 30%. En dat is niet normaal. We zien dat de winsten stijgen met meer dan 100%. En de lonen van de mensen maar met 0,4%, dat deugt niet. En dus zeggen wij, dat kan niet en dat moet verbeterd worden. Zijn jullie tevreden van de opkomst vandaag? Wel, ik heb ze natuurlijk nog niet allemaal zelf kunnen tellen, maar naar ik verneem zal er toch ongeveer 80.000 mensen aanwezig zijn. Als je bedenkt dat de petitie die we hebben ingediend bijna 90.000 handtekeningen had, dan is toch wel duidelijk dat de mensen massaal naar hier, naar Brussel zijn gekomen om hun onvrede te uiten ten aanzien van de regering en ten aanzien van het parlement. Als er te weinig reactie op komt op vandaag, worden er dan nog extra acties gepland? Wel, we gaan nu de eerste stap zetten en dat is volgende week in het parlement, de hoorzitting. We kunnen alleen maar hopen dat de parlementariërs gezond verstand gebruiken en rekening houden met de argumentatie die we naar voren gaan brengen. En wanneer blijkt dat daar niet geluisterd wordt, ja, dan sluiten we niks uit in het najaar. Maar dat is nu nog te vroeg om te bekijken. De eerste stap is het parlement. En we kunnen alleen maar hopen inderdaad dat men vandaag geluisterd en gezien heeft dat iedereen inderdaad ontevreden is. Wij komen op straat vandaag omdat het schandalig is dat de aandeelhouders eigenlijk met geld weglopen dat wij hebben gecreëerd. En om onze koopkracht natuurlijk te verhogen, want als wij geen centen in onze portemonnee hebben, ja, kunnen we ook niks uitgeven. Ik ben al meer dan 20 jaar syndicalist en we zeggen eigenlijk al 20 jaar hetzelfde, dus wordt het tijd dat ze snappen wat dat over gaat. Bij Fairfin denken wij dat het nodig is om op straat te komen vandaag, omdat wij ervan overtuigd zijn dat er wel geld is in de maatschappij. Als we kijken naar de grote winsten die bedrijven maken, maar als we ook kijken naar het financieel systeem wat we bij Fairfin doen. En het geld dat wordt gecreëerd door bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank, wordt in onze economie gepompt via de privébanken en via de grote bedrijven. Er is bijzonder veel geld. Er wordt geld specifiek gemaakt. En dat komt niet terecht bij de mensen die het nodig hebben en bij de noden van onze planeet en onze maatschappij. Vandaar dat wij als Fairfin het heel belangrijk vinden om hier vandaag te zijn. Mensen hebben al maar meer en meer kosten. Heel veel mensen komen in de problemen en ze zien hun lonen niet stijgen om die levensduurte te compenseren. Daarom kom ik vandaag op straat. We staan hier vandaag op straat omdat we willen betogen voor meer koopkracht. Ik denk dat iedereen wel weet hoeveel onze koopkracht is achteruit aan het gaan. Met de inflatie momenteel, onze spaarcenten die niks meer waard zijn en onze lonen die niet omhoog gaan. Als ik mijn elektriciteitsfactuur vergelijk met mijn loon, hoe dat omhoog gaat, dat is niet een verhouding, dat is niet vol te houden. Ik denk dat dit vandaag belangrijk is om met z'n allen samen te komen, met echt alle vakbonden van heel het land, om te laten zien dat dit echt iedereen treft. Ik denk dat
om het met een boutade te zeggen, 99% van de bevolking getroffen is door wat er nu bezig is aan koopkrachtverlies. Dus dat het ontzettend belangrijk is om dit signaal te geven met z'n allen. We weten dat alle mensen het moeilijk hebben en dat er het onderwijs, de zorgsector, veel thema's op tafel liggen. En ja, wij leven allemaal in het, zal ik maar zeggen, publieke domein, dus wij stellen ons solidair op. Waarom dat alle mensen hier samen zijn, zowel Waalse kant als Vlaamse kant, is gewoon omdat dit gaat iedereen aan. Letterlijk. Alle sectoren, alle talen, iedereen. Deze is gewoon heel belangrijk voor heel België. Heel België. Ja, we hebben deze thema gekozen omdat het voor de werknemers heel erg zuur is. Dat de koopkracht eigenlijk steeds maar daalt. De lonen gaan niet mee omhoog. We krijgen door de loonnorm wet niet de ruimte om te onderhandelen over hogere lonen. En dat maakt dat het voor de werknemers heel erg zuur is. Zijn jullie tevreden met het akkoord dat er gesloten is? We zijn er wel tevreden mee, maar we willen toch een beetje meer loon. Ja, dat de huishoudhulp toch een beetje verder kunnen. Of nu, ja. Dat is de grote vraag van wie dat er te weinig geld heeft. Mensen die aan moeten werken hebben vandaag te weinig geld om rond te komen. Maar op hetzelfde moment moeten wij in het jaarverslag van de Nationale Bank lezen dat de winsten van de bedrijven vorig jaar nog nooit zo hoog waren. Dus er is geld. Wij zijn een rijk land. Het is een kwestie van te herverdelen. En herverdelen dat doe je via de sociale zekerheid, maar dat doe je ook via de lonen. En dus als mensen gaan werken elke dag voor hun inkomen, moeten ze daar op een correcte, rechtvaardige manier voor verloond worden. Wel, ik denk dat na een geslaagde actie als vandaag, dat we een grondige evaluatie moeten maken van de actie. Ik denk dat die evaluatie positief zal zijn. En dan gaan we ook moeten onderzoeken of dat het signaal dat we vandaag geven, of dat de regering het begrepen heeft. En de signalen in aanloop naar de betoging waren daar niet positief genoeg over. Dus wij zeggen, de loonwet moet veranderd worden. Je moet de vakbonden de kans geven om over de lonen echt te onderhandelen in interprofessioneel, in de sectoren en in de bedrijven. En zolang dat probleem niet wordt opgelost, zal bijkomende actie nodig zijn.